Jij verkoopt gewoon echt kaas vanuit de kofferbak. Zeker. Netjes hoor. Zeker, uit de vrachtwagen vallen. Waardoor die er dus uitziet alsof die... Precies. Zou je me dood willen hebben, joh. Het lijkt wel alsof je dat vaker doet, man. Vanochtend even gebeld met Kirsten van In de Buurt Gouda. Dat is zeg maar de plaatselijke afdeling en onderdeel van het AD. Zij heeft wel interesse in de verhalen van onze mede-Gouwenaren. Kan ook bijna niet anders natuurlijk. We gaan in ieder geval daarin ook samenwerken, dus dat wordt wel heel erg tof. Ik heb ongeveer anderhalf uur, we gaan toch even de stad in. Ik begon mijn vorige video met een hele stoere ochtendworkout. Ik heb spierpijn, jongen. Een stiffie. Alsjeblieft. Dankjewel. Doei doei. Een uitdaging. Als je een fotografieproject start over de mensen in een stad en het is je ambitie om een zo divers mogelijke groep mensen samen te stellen, hoe zorg je er dan voor dat je ook daadwerkelijk de diversiteit van een stad kan vastleggen? Dat is een uitdaging. Gouda is namelijk een stad met een hele grote christelijke gemeenschap, een moslimgemeenschap. Er zijn nieuwkomers, vluchtelingen, er is een Oekraïense opvang. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon al hun hele leven in Gouda wonen. Of mensen die vanuit een andere stad net in Gouda zijn komen wonen. En die hebben allemaal weer hun verschillende belevingswereld om die stad. En hoe zorg je er dan voor dat jij een representatieve groep mensen vast weet te leggen? Dus ik lag in mijn bedje en ik zat erop te malen. En ik dacht, moet ik dan misschien met percentages gaan werken? Dat je voor elke Nederlander ook 0,03 vluchteling vastlegt. Nou, zo werkt het natuurlijk niet. En toen dacht ik bij mezelf, ja maar wacht even. Eigenlijk is alles wat wij zien, alles wat we maken, dat is op zijn minst een klein beetje subjectief. Als jij kijkt naar het nieuws, dan is daar een journalist. En die probeert het waarschijnlijk wel op een zo objectief mogelijke manier vast te leggen. Maar er zit toch altijd een stukje van je eigen belevingswereld in. En toen dacht ik bij mezelf, ja maar wacht even. Het gaat ook een beetje om mijn verhaal als maker. En de mensen die ik zie en de mensen die ik weet te spreken. En als dat dan niet een zuivere representatie is van de samenstelling van onze stad. Ja, dan maakt het misschien ook helemaal niet zoveel uit. Het gaat toch ook een beetje om mijn belevingswereld van de gezichten van Gouda. En dat vond ik wel een mooie conclusie. Nooit geweten dat er op woensdagochtend zo'n markt is in Gouda. Ik voel me een soort van toerist in eigen stad. Nee, geen probleem. Het ziet er zo mooi uit. Ik denk, maak even een video. Wat leuk. 5 euro toch, buurvrouw? 5 euro minstens. Ja, echt, ja, maar jij weet niet waar het in komt, hè? Allemaal gratis promotie, hè? Dit is de chocoladefabriek. En hier wil ik aan het einde van het jaar een foto-expositie houden. Mag ik een kleine zwarte koffie, alsjeblieft? Vanavond weer een paar nieuwe afleveringen van 30 minuten sluitertijd. Even mijn huiswerk aan het doen. Bij de politie noemen we dat een voorverkenning. Dat je voordat je er iets gaat doen, alvast even gaat kijken, zonder op te vallen, om even te verkennen wat de mogelijkheden zijn. Alleen nu gaat het niet om het vangen van boeven, maar om een foto-expositie. Ik moet eens even goed kijken bij wie ik moet zijn en hoe ik dat allemaal ga pitchen. Maar ja, de chocoladefabriek staat echt een beetje te boek als een soort huis van de stad, waarin ontmoeten en verhalen delen centraal staat. Dus voor dit project is dat gewoon de place to be. Ik moet alleen even kijken bij wie ik moet zijn en hoe ik die mensen
de juiste mensen daarvan ook ga overtuigen. Ondertussen ook meteen even mijn huiswerk gedaan voor de nieuwe opnamesessie van 30 minuten fluitertijd. De podcast met mijn maat Michiel Heijmans. Die komt vanavond naar me toe en dan gaan we weer 3 nieuwe afleveringen opnemen. Het is eigenlijk altijd een heel vrij gesprek, waarin eigenlijk alleen het onderwerp en een aantal bullet points van tevoren vaststaan. Ik vind het alleen voor mezelf altijd wel heel fijn om altijd even erover na te denken van oké, zijn er nog bepaalde anekdotes die ik wil delen? Is er nog iets interessants over te vertellen voor jullie, mijn fotografievrienden? Dus vanavond gaan we weer gezellig met elkaar aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een Gouwenaar? Ja, zoiets. Een echte? Nou, niet een hele echte. Niet een geboren en getogen, oké. Ik ben bezig met een fotografieproject waarin ik de mensen in Gouda op de foto zet en ze wat vragen stel over de stad. En u staat er zo kalm bij en meestal staan mensen die er kalm bij staan, die staan er wel voor open. Ja, ik sta er zo kalm bij omdat ik op een vrouw wacht. Ah, die is aan het shoppen zeker? Die ergens vandaan moet komen. Oh jee. Ja. De tragiek van elke man, hè? Wachten op de vrouw. Wachten, ja. Ja, maar heeft er geen zin om even op de foto te gaan? Nee, doe maar niet. Nee? Oké, prima. Prettige dag. Ja. Dag. Hallo. Wat zegt u? Heb je al leuke foto's gemaakt? Ik heb een leuke foto's gemaakt, ja. Ja. Ik ben bezig met een fotografieproject waarin ik de mensen in Gouda op de foto zet en ze wat vragen stel over de stad. Volgens mij heb ik de laatste in het AD. Dat zou heel goed kunnen, ja. Jammer dat je, want dit was eigenlijk precies het gesprekje waar ik naar op zoek was, maar... Nou, heb je wel het gesprek in ieder geval? Dus wel het gesprek, maar niet de beelden, ja. Nou ja. Hey, geniet van de zon vandaag. Ja, fijne dag, hè. Yes, dag. Dit, ja. Ja, maar ook met dit erover. Dat, dan denk je echt van, dat is niet, ik loop niet met zo'n ding over straat. Nee, precies. Dat is net echt. Ja. Dus daar trek je wel de aandacht. Hij is ook eigenlijk, normaal gesproken is hij gewoon zwart. Alleen ik heb hem dus gerapt. Dus het is eigenlijk een soort stickers wat erop zit. Waardoor hij er dus uitziet alsof hij... Hij ziet er heel bijzonder ook uit. Precies. Ja, dat is ook een beetje het, de gespreksopener, zeg maar. Ja. Ja. Je bent nog niet van gedachten veranderd? Ah, jammer. Ik hoopte dat deze pitch tot zou de werken. Volgende keer. Volgende keer. Houden we het daarop. Fijne dag. Wat een gezelligheid met de kinderen erbij. Ja, hè? Ja, joh. En het weer is lekker. Zijn jullie Gouwenaren toevallig? Ik wel. Echte geboren en getogen ook nog eens. Zo. Ik werk aan een fotografieproject waarin ik de mensen op straat wat vragen stel over onze stad. En op de foto zet. Ja. Mag ik jou misschien eventjes een vraagje stellen over... Ja, maar ik ben nog niet zo lang weer terug in Gouda, hoor, dus... Oké, ja, dat maakt helemaal niks uit. Mooi. Hey, dankjewel voor je tijd. Hey, fijne dag, hè. Zelfde. Geniet van het zonnetje. Ja, dan moet ik er wel blijven. Ja, inderdaad, ja. De opbrengst van vandaag. 1 misser, 1 visitekaartje van de Jehovah's getuigen en 1 portret. Mevrouw was niet echt een ambassadeur van de stad. Maar toch fijn dat ik deze korte sessie heb kunnen afronden met een geslaagd portret. Dit fotografieproject is mijn main quest en daarnaast heb ik een aantal side quests. Zoals sporten en dingen met de fiets doen in plaats van met de auto. Een andere side quest is dat ik minder geld wil uitgeven. Want voorheen kon ik lachend bij de Subway gaan zitten en daar voor 15 euro brood naar binnen schuiven. Maar dat gaan we dus niet meer doen. En daar gaat het niet zo goed mee, want 4,50 euro voor een viltstift? 4,50! Ik heb ergens wel een klein beetje het gevoel dat ik een paar steekjes heb laten vallen bij dat laatste portret. Die mevrouw die zat namelijk best wel in de vroeger was het beter modus. En als ik er nu aan terugdenk had ik best wel een paar vragen kunnen stellen om haar daar een beetje uit te trekken. Zoals bijvoorbeeld, kan je al eens meenemen je meest gelukkige herinnering in Gouda? Of wat is het mooiste wat je hier hebt meegemaakt? Of... vertel eens over de straat waarin jij woont of woonde. Of dat soort dingen. Dat je een beetje die verhalen echt meer ophaalt. En dat is dan toch een beetje een soort van een gemiste kans. Tegelijkertijd, vandaag was een dag met niet veel tijd en toch resultaat. Dus in die zin moet ik ook gewoon niet zeiken en tevreden zijn.
afgesproken. Maandagochtend om 7 uur verschijnt er een nieuwe aflevering van 30 minuten Sluitertijd. Een podcast voor en door fotografen. En het idee van deze podcast is eigenlijk heel erg simpel. Het is gewoon elke keer een half uur twee fotografievrienden die met elkaar aan het kletsen zijn over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op fotografie. Maar daarbinnen is het eigenlijk een heel los format. En zijn het gewoon gesprekken zoals Michiel en ik ze ook in de kroeg of onder het genot van een kopje koffie zouden voeren. En jij bent onderdeel van de doelgroep. Want als je hier naar kijkt, dan heb je interesse in camera's en in fotografie en in het maken van content. En de podcast sluit daar wat dat betreft echt perfect op aan. Dus mocht je nog nooit gekeken hebben, aanradertje. En daarnaast heb ik ook aan Michiel gevraagd of hij een nieuwe portretfoto van mij wil maken voor op YouTube. Want ik vind de foto die ik nu heb staan niet sprekend genoeg. En aangezien ik niet zo lang geleden van Engelstalige content ben geswitcht naar Nederlandstalige content. Dit zijn meer fotografie vlogs dan dat het echt productvideo's zijn. Het is eigenlijk allemaal best wel weer nieuw en anders. Vond ik het eigenlijk ook wel hoog tijd om daar gewoon weer een nieuwe portretfoto aan toe te voegen. Ja, en dan bof je dat je zoveel fotografen in je netwerk hebt. En ik denk dat Michiel daar wat dat betreft wel een toepasselijke fotograaf voor is om die nieuwe foto dan voor mij ook te maken. De hele reden dat ik überhaupt ooit besloten heb om Engelstalige video's te gaan maken is omdat ik altijd heel sterk het gevoel had dat de Nederlandse fotografie community niet groot genoeg is om als contentmaker een significante bereik te genereren. Ergens klopt dat natuurlijk ook wel, want als je Engelstalige video's maakt, dan bereik je niet alleen alle mensen in de Verenigde Staten, maar ook in Engeland, Spanje, Japan, Duitsland, noem maar op. Iedereen spreekt Engels en op het moment dat je video's maakt die echt technisch over camera's gaan, nieuwe gear, straatfotografie, dat zijn natuurlijk onderwerpen die zich heel goed lenen voor een internationale doelgroep. Tegelijkertijd zijn dat niet de video's waar ik het meeste energie van krijg en is in de afgelopen jaar het hele YouTube-landschap ook echt wel heel erg veranderd. Vroeger waren er niet zo heel veel mensen die zich op deze manier bezig hielden met het maken van video's. Alleen tegenwoordig zie je zo ontzettend veel gasten zoals ik, die allemaal een beetje in hetzelfde proberen na te streven. Op het moment dat er een nieuwe camera uitkomt, dan worden er wel 30 nieuwe video's over gemaakt door allemaal verschillende makers, met allemaal min of meer hetzelfde verhaal. En we gaan nu echt veel meer toe naar een tijd waarin persoonlijkheid en menselijke verhalen en een stukje unieke content belangrijker wordt dan ooit. En het is voor mij dan, het voelt in ieder geval voor mij als een supergoeie keuze om die weg in te slaan. Door gewoon te vertellen over wie ik ben en wat ik doe en wat ik probeer. Hoe ik zojuist ben opgelicht bij de Bruna voor €4,50 voor een viltstift. Ja, dat hoort er allemaal bij. En dat voelt ook echt heel erg goed. En toen Michiel en ik 25 weken alweer geleden begonnen aan onze fotografiepodcast, had ik ook nooit verwacht dat Nederlandse bereik, dat daar zo ontzettend veel waarde in zou zitten. We krijgen zoveel DM's en berichten, reacties en mailtjes van mede-fotografen. Mensen zoals jij en ik die zich bezighouden met fotografie of video of het maken van content. Die dat echt super tof vinden. Dat er gewoon andere fotografen zijn die elke week om 7 uur 's ochtends een stukje content maken voor elkaar. Om elkaar te motiveren en te inspireren. En uiteindelijk is dat natuurlijk waar het allemaal om gaat. Ik heb nog heel even, het staat hier goed genoeg voor nu. Over een uurtje is Michiel er, dus we gaan nog even eten met kids. En dan is het volgende shot dat ik de deur open doe voor Michiel. Aan de deur wordt niet gekocht. Welkom. Hoe is het, vriend? Ja, goed. Ja, ik ben vlogger tegenwoordig, hè? Dus dat heb je meteen vastgelegd. Ik ken de Nederlander. Kijk eens, jongen. Bijna. Was het goed, maat? Ja, zeker. Goed je weer te zien, jongen. Oké, hey, Michiel. Yes. Ik heb dus een foto nodig die zegt, abonneer op mij. Kun je dat maken? Moet je een beetje zo met je tong zo. Ik heb mijn podcast shirt al aan, Michiel nog niet. bijna. Maar we hebben nog wel mooi net even een beetje zo, een beetje goud licht. Gaan we daar, ga ik daar met mijn rug naartoe staan en dan er tegenin inflitsen. Kijk, dan heb je dus niet zo'n heel lelijk donker schaduwhoofd, maar gewoon mooi belicht. Vrolijk portretje.
gaan. Zo snel kan het gaan. Het lijkt wel alsof je er vaker doet van. Ja. Vanmorgen nog, hè? Ja, echt, hè? Gisteren 25. Geef jij ook workshops? Lekker. Ja, maar niet portret. Oké. Okay. Nee. Alleen straat, hè? Alleen straat. Ja. Ik ben nog wel op zoek naar, hoe heet dat? Ik weet niet of je deze mensen kent, of je hier iemand kent. Want dat is wel een fijn spul. We kunnen altijd vrienden maken, toch? Ja, hè? Heb je nog wat nodig? Ja, de hoe heet dat? Eigenlijk nog een A2. Ik vind het toch wel fantastische dingetjes. Net zo groot als een blikje cola en het werkt gewoon als een man. Het is zo'n hoer, jongen, die man. Zodra hij de kans grijpt, of de kans ruikt, dan grijpt hij hem ook. Ja. Wat het is, ik ben nergens in niks gesponsord, behalve in de podcast. Ja, inderdaad. En ik doe zo stinkende best om een beetje boven het maaiveld uit te ambassadeur te worden. Ja. En als niemand me wil, Fujifilm. Helemaal niemand. Ja, ik zou heel graag zeggen van joh, begin een YouTube kanaal, dan ligt meteen de wereld aan je voeten. Maar ook dat is... Ja, nee, ik wil graag Fujifilm. Ja, weet je, dan gaat Canon opeens een retro camera uitbrengen. Sony heeft opeens die A7C2. Nikon heeft opeens die ZF. F ja. En die ZFC. En Fujifilm is fantastisch, maar... Het leven is oneerlijk. Ah jongen, kwestie van tijd. Wij blijven gewoon lekker podcasten en foto's maken en dan komt de rest vanzelf. Het, laat je werk voor je spreken. We pakten mijn zak, jongen. Zo is het. Oké dan, de nieuwe profielfoto staat inmiddels op YouTube. Michiel, thanks om voor het helpen, jongen. Natuurlijk. Het wordt gewaardeerd. We gaan nu 3 afleveringen van 30 minuten sluitertijd opnemen. Deze vlog trouwens, ik heb hem iets genoemd van als in de trant van voor de Nederlandse fotografen. Want ik heb gedurende de dag een beetje gesproken over de Nederlandse fotografie community. En hoe ik ooit Engels heb video's heb gemaakt, maar nu toch weer terug ben in het Nederlands. En dat onze podcast daar ook best wel een onderdeel van die besluitvorming is geweest. Ja. Dus... Community building. Community building. Genoeg om over te ouwehoeren. Ja, man. En abonneren. En liken. En subscriben. En al die dingen die iedereen altijd zegt. Hè? Bij deze. Later. Later.